Welkom kijkers van Quake Games en welkom bij de eerste aflevering van Dark Souls 2, een let's play. En ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik hoop jullie ook en laten we gewoon eens beginnen bij het begin. Ik heb net al een beetje het spel een beetje opgestart. Het was namelijk even heel erg wennen met de nieuwe controls. Voorheen was het, ik had namelijk het spel al een keer eerder gespeeld en dat was dan op de Xbox. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik moet er wel even een beetje aan wennen. En er is nog één knop waar ik nog een beetje achter moet komen, want je moet enemies kunnen lokken als het ware. En ja, daar moet ik nog een beetje achter komen hoe dat werkt. Maar laten we maar eerst beginnen met een nieuw spel. Eens kijken. Ik was eigenlijk wel van plan om de filmpjes een beetje over te slaan. Ik vertel u al even in het kort waar het over gaat. Je bent als het ware ben je dood en... ja, je kan op twee manieren kun je eigenlijk dood zijn. Je kan hollow zijn, zo heet dat dan. En dan ben je dus een lichaam zonder ziel. Nou, of je bent niet. Nee. Alle gekken op een stokje. Deze wereld zit eigenlijk vol met monsters die zielen hebben. En als je ze verslaat, dan krijg je hun zielen. En rechts onderin zie je dan hoeveel zielen je hebt. En met die zielen kun je dingen kopen, je kunt levelen, je kunt noem maar op wat je ermee allemaal kan doen. En daar komen we straks allemaal wel achter. Ik zat nog steeds een beetje aan het kijken, want ik wil graag zien, niet bij video settings als het goed is, bij key bindings. Volgens mij staat hij gewoon daarbij. Dan heb je camera sensitive. Ah ja. Switch, jump, open gesture menu. Interact is dat. Jump, run. Tilt camera up. Dat is IK. JLO. Next target. Ik denk dat het de J en de L is. Ik ben benieuwd. Nou, dit is wat anders. Nou, even een keertje kijken. Switch item. Attack. Strong attack. Interact. Lock guard. En dat is iets anders, dat lock guard. Confirm. Cancel. Open cursor. Gesture. Cancel. Toggle menu. Zo, dit is het. Nou ja, we gaan het zien. Ja. Nou, je shift in en dan kun je rennen. Ook handig om te weten. Het is een harde... Als goed is, moet ik naar deze deur toe gaan. Maar goed, je bent dus dood. En je moet eigenlijk deze wereld moet je redden van allerlei monsters en zo. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het verder gaat. Het is alweer even geleden, dus ik ben de helft alweer vergeten. Dit sla ik ook over. Dit is gewoon dat je naam even moet intikken. Nou, laten we gewoon Quake 90 pakken, want dat is mijn gamingnaam. Yes. Ja, ik ken nog steeds mijn naam heel erg goed. Welke class zal ik kiezen? Ik zat eigenlijk te denken, omdat ik vorige keer heb ik Sorcerer gedaan en die was wel heel erg leuk. Alleen, ja, het is een beetje lange afstand schieten de hele tijd. Dat is niet verkeerd hoor, maar ik heb nu eigenlijk wel zin om even een beetje close combat te doen. En de Warrior, zo te zien, is die wel heel erg krachtig. Dus die ga ik gewoon even doen. En een leuke gift uit te zoeken. Nou, eigenlijk heb ik al heel veel HP, dus ik heb geen life ring nodig. Human effigy is wel heel erg handig. Het is namelijk hoe vaker je doodgaat, hoe meer mensheid je als het ware verliest. En als je dan op een gegeven moment te veel verliest, dan vult je HP-balk niet meer helemaal vol aan. En dat is echt kut om mee te spelen. Het is ook echt wel best wel een moeilijk spel. En eerst had ik sowieso van, ja joh, wat zul je nou? Maar als je dit al een keer eerder hebt gespeeld en als je denkt van, ja inderdaad heb ik al een keer gespeeld, dan begrijp je wat ik bedoel. En als je dit al nooit eerder hebt gespeeld, het is echt een aanrader. Kijk gewoon even verder en wie weet spreekt het je aan. Ik denk dat ik Petrified Something denk. Want ik weet heel toevallig dat je die straks in het begin meteen kan inruilen. We doen mannetje. Die laat me een beetje heel erg dik. Nee, ik doe deze. En een beetje krachtig persoontje. Het
gezicht. Ja, nou ja, weet je, daar hoef ik niet zoveel tijd aan te besteden. Ik vind het zo eigenlijk wel goed. Nee, deze gaan we doen. Is this your true self? Yes. En dan gaan we weer verder. Even kijken hoor. Een beetje game options. Dat staat een beetje hard. Dat is dan weer een beetje zacht. Wat zo flats. Ik ben benieuwd jongens. Daar kom ik vandaan. En deze kant toe. Ah, dat is eerst de bonfire. De bonfire is een plek waar je verschillende dingen kan doen. Je kan naartoe spawnen, je kan jezelf healen en je kan dingen attunen, zoals hier, spells. Maar ja, ik heb nou helemaal geen spells, dus dat gaat hij ook meteen zeggen. Je kan dingen verbranden, ja, op een bonfire kun je dingen verbranden, je moest je weten. En je hebt een flinke itembox. En nou, daar ga ik persoonlijk nog even niks aan doen, want ik vind het eigenlijk zo wel even goed. Even kijken. Ik moet echt even wennen aan die knopjes. Zo te zien is het dat als je op de rechter muisknop klikt, dan krijg je opeens allemaal opties te zien. Zo te zien zit hier iets achter. Pick-up item. Oh, Soul of Lost and Dead. Nou, die wil ik wel even hebben. Ik zal u meteen laten zien, want je ziet dus rechts onderin. Is 0, nu krijg ik er 200 bij. En dan kun je niet zo gek veel met 200, maar ja. Het is in ieder geval weer 200. Equipment. Ik zie al dat ik de hele tijd geen zwaard heb geëquipt. Volgens mij is dat gewoon zo, omdat ik... zo ja, nu is hij weer geëquipt. Dan gaan we. Op naar de eerste. Oké, wat staat hier? Attack het RB. Ah, kut. Andere. Hatsaflats. Eerste kill, jongens. En dan krijg je dus 30 souls erbij. En wat staat hier? Target lock. Release. Ja, daar heb ik dus niks aan, want ik heb geen... Dan moet ik wel een beetje oppassen. Ik heb dus echt wel die target lock nodig. Target lock, target lock, target lock. Anders kun je niet zoveel in dit spel. Autoblock, auto dash. Daar heb ik niks aan. Target. Oh, kijk, target lock is de O. Oh. Volgens mij hebben ze dat gewoon expres gedaan voor mensen zoals mij die dat dan niet in één keer doorhebben. Doe dan maar gewoon de letter O. Oh, waar ben ik? Ik ben weer teruggelopen. We gaan weer terug. Zo, deze kant op. Ah, kut. Ah, oh, ik ben zo blij met mijn schild. Hatsaflats, dood. Even kijken hoor. Zo. Ik hoor wel iets, maar ik zie niks. Misschien als ik iets tar... Oh, kijk eens aan. Volgens mij kun je die... Ik had een idee dat je hem kon backrapen, maar... wat is dit? Behind enemy's back is critical hit. Ja, nou ja, helaas. Even kijken, wat is hier boven? Oh, wat is er hier? Een dagger. Nou, ik vind het wapen dat ik nu heb, vind ik wel netjes. Oh, kijk. Oh, dan hebben we weer een vijand. Damn. Oh, nog één. Ik zit er eens over na te denken om... even kijken hoor. Ja, dat lukt dus niet. Ik wil heel graag zo'n critical hit doen. En dat kun je dus... Ah, kijk eens aan. Tjak. Ik dacht al, waarom doet hij het nou niet? Maar dat lukt me wel hoor jongens. Eens kijken, op naar de volgende. Dit is gewoon een beetje een begin. En kijk, want zoals je ziet, je kan alles lezen. Van ja, dat is dat B backstep, maar ik heb natuurlijk helemaal geen B op mijn toetsenbord.
Nou, ik heb wel een B op mijn toetsenbord, anders zou het wel raar zijn. Maar ik bedoel niet dat hij nou ja, hoort natuurlijk bij een controller. Kut. Ik ga bijna dood. Als ik nu dus dood ga, hè, zo zie je maar weer hoe moeilijk het spel kan zijn. Ik zoek mijn healing, maar dat lukt me niet zo. E is healing. Het gaat alleen niet zo heel erg snel. Ik heb mijn schild omhoog, dus hij kan me in principe niks maken. Ja, nog steeds mijn schild. Ja, tak. Ah, kut, hij is sneller. Oh, dat gaat ook maar net goed. Even kijken hoor. Oh, er zit hier nog iets. Wat is dit? Een life gem. Oh ja, trouwens handig om te weten. Er staat er bij mijn wapen staat er een rood balkje. Als die op is, nou, dan is hij dus mijn wapen dus kapot. En dat wil je niet hebben. Dus je moet ook niet vergeten om je wapens iedere keer te maken. En dat is echt rot. Dat is echt rot. Oh ja, hier staat ene waar ik het over had. Die kan ik namelijk... Wie ooit deze stem heeft ingesproken, ik zweer het je. Maar hier moet ik dus even iets plaatsen. Want even kijken. Inventory. Daarom had ik expres had ik die ene gekozen. Die petrified something. Lief. Want dan krijg je dus iets van ze. Hier. So nice. So smooth. Oh my god. Pick-up item. Demon's Great Hammer. Zo. Ik ben benieuwd wat het is. Ja, bla 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 bla. Ik wil kijken wat voor wapen ik heb gekregen. Oh. Die kan ik meteen gebruiken. Niet. Dat is wel, je kan hem wel equippen. Dat kan wel. Maar je kan hem niet gebruiken, kan ik je nu al vertellen. Moet je kijken. Gigantisch wapen, man. Maar dan staat er een groot X'je bij het wapen. En dan krijg je gewoon de krachten niet uit. Dat is wel rot. Maar ja. Ik heb het geprobeerd. Misschien voor later wel. Je weet me nooit. Ja. Jullie hebben al iets smooth van me gekregen. Maar ik moet deze ladder naar beneden schoppen. Naar beneden lopen. Oh, wacht. Ik ga hier naar beneden vallen. Want dan krijg je dat ding. Ja, het is goed gegaan. Soul of a Nameless Soldier. Ik ga denk ik straks pas aan het einde al die zielen openen. En zo. En dan kijken of ik al een level up kan. Waar kwam ik vandaan? Daar kwam ik vandaan. Dan heb ik die heb ik al gedaan. Nou, dan wordt dit het volgende. Oké, nou, ben benieuwd. Ik zie nu al in de verte een vijand. Twee zelfs. Het alleen even... Ik denk dat ik binnenkort even die letter ga vervangen van dat target locken. Kan ik ook. Hatsaflats. Oh, kut. Het liefst wil ik achter hem komen. No pun intended. Ah, kut, hij heeft mijn schild kapot gemaakt. Alleen heb ik met mijn schild hem afgeweerd. Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Even kijken hoor. Want je moet kunnen rollen. En dat deed ik eigenlijk best wel vaak altijd. Wheel, switch, run, back, dash, space, roll. Oké, dus ik moet met spatiebalk moet ik het doen. Jeetje, wat is die donker man. Daar kom ik vandaan. Hier moet ik naartoe. Oh, dit ga ik zo niet leuk vinden. Dit gaat wat worden. Ah ja, met de F. Shift en F. Oké, nou, daar gaan we. Tjewonimo! Ja. Amber Herb. Volgens mij was dat om je stamina omhoog te werken. Even snel kijken hoor. Amber Herb. Slight Restore Spell Uses. Oh, daar heb ik wat aan als warrior. Even kijken hoor. Naar voren. En
F. Hatserflats. Zo doe je dat, jongens. Nou, dit was eigenlijk wel een korte. Op naar de volgende. Shift inhouden. Tenminste. Ah ja. Sorry jongens, ik heb af en toe echt de neiging om per ongeluk weer terug te lopen. Op naar de volgende. Deze. Enter mist. Ik zie al meteen een vijand. Ah ja, aan de overkant. Dus deze moet ik ook waarschijnlijk slaan. Ja. Nee, dat lukt dus niet. Ja, ik moet hem knockdownen. Zo, ja. Oh. Terwijl ik mezelf verdedig. Oké. Okay. Gaat goed. Ah, hij is sneller. Zo, het rol ik lekker snel, maar niet heus. Kom op. Ja, mooi zo. Oh, ben ik blij met die live jam, zeg. Ik ben echt super slecht momenteel. Oké, nou dan gaan we hoor. En. Kut. Ah, ik ben dood. Echt, dat is echt bijna niet te doen met toetsenbord en muis. Nou, kunnen jullie meteen zien waar al die zielen liggen? Nou, dat gaat wat worden. Kijk, want je bent nu eigenlijk al meteen undead, hè. Normaliter is het dus zo dat je er dus gewoon normaal uitziet. Even kijken of ik een human effigy heb. Kan ik het jullie laten zien? Inventory. Human effigy. Shit, ik heb geen human effigy. Shit. Nou, wens jullie maar kijken. Want je ziet meteen met het health bar. Zie je meteen dat de helft er al. Nou, niet de helft. Nou, overdrijf ik. Dan zie je al dat er een deel van mijn health bar omlaag is gaan. En dus hoe vaker je doodgaat, hoe erger je health bar omlaag gaat. Ik wil even snel even wat checken. Waar shift. Oh ja, er is heel veel aan shift gekoppeld. Dus. Want ik wil eigenlijk aan shift dat ding. Hoe heet het? Aan shift wou ik de target lock doen. En dan moet ik niet doodgaan, anders ben ik al mijn zielen kwijt. Kom op. Ja, val maar! Lekker voor je. Dat durf ik niet. Dan ben ik dus bang dat ik weer val. Want daar zit dus mijn shit, hè. Oké, nou. Hey, nee! Ah, come on! Come on! Ik had zoveel zielen. Nou, zoveel. Waren er maar 600. Maar goed, het is toch kut. Doe nog één poging. Ik wil en zal hem gewoon verslaan. Ik zweer het je. Heb je dat rotgasje weer? En dit keer gaat hij er gewoon in één keer aan, ik zweer het je. Nou, hij is sneller, joh. Hatserflats, krijg je ervan. En nou gaat hij eraan. Oké, daar gaan we. Wens me succes. Nee, ik durf niet. Ja. Oh, skill. Skill. En dan moet ik een beetje in beweging blijven, want dan zit iemand met een pijl en boog op me te schieten. Waar zit hij? Ja, ik heb hem getarget. Ik kan er alleen niks aan doen. Kijk, dan raak je nu je ding weer aan. Je zielen, en dan krijg je hem dus weer terug. Ik moet even kijken hoor. En dan moet ik hier zo. Eerst moet hij schieten en dan kan ik naar boven toe lopen. Ja, en dan moet ik hem meteen targeten. Dat kan, zo ja. Ja, ik ben eerder. Lekker voor je. Jongen, dat was dus nergens voor nodig, hè, al die zielen verliezen. Echt rot. Ik zie nu al dat dit een heel frustrerend spel gaat worden. Ah,
Ah, godzijdank. En iedereen die denkt dat het een makkelijk spel is, probeert het zelf maar eens een keer. Zo hé. Ik weet dat ik met die gast niet moet gaan sollen. En als het goed is, zit er hier eentje achter verstopt. Ja, die ga ik met rust laten. Of komt die achter me aan? Ach, gelukkig niet. Nee, daar ben ik nog veel te zwak voor. Daar ben ik echt nog veel te zwak voor. Atseflats. Op naar de overkant. En dan kom ik weer bij het stuk waar ik was. Want hier ging ik net naar links. En nu ga ik gewoon even lekker rechtdoor. Ik vind het allemaal wel mooi geweest. Het ziet er nog fantastisch uit. Mooi groen ook. Oh. En dat kun je dus oplossen met de Human Effigy, hè. En dan ben je weer gewoon mens. En dan... oh ja. Allemaal leuk trouwens. Iedereen die kan altijd overal en nergens berichten achterlaten. Zo heb je Be Wary of Death. Maar je kan alleen maar berichten achterlaten met hun systeem. Je kan kijken wat Be Wary of Danger Zone. Therefore Thrust Require Head. Je kan alleen maar woordjes gebruiken die zij al van tevoren hebben ingezet. Dus je kan helaas niet schelden. Je kan geen vieze woordjes gebruiken en al dat soort dingen. Hoewel... Daar zeg je me wat. Maar er is af en toe dan... komt er nog wel eens... woordenspelingen tussen. En dan snap je hem wel. Oké, we zijn met Majula. Hier begint alles. Dit is wel een beetje het basiskamp van alles. Hier kom je wel heel vaak terug. Hier ga je alle kanten op en noem maar op. Als het goed is, even kijken, heb ik... Ja, ik heb nog iets waar zielen in zitten. Soul of a Nameless Soldier. Zo, er zijn toch weer 800 zielen, jongens. Oh, dan ben ik blij dat ik die niet eerder heb gebruikt. Dan was ik zo maar kwijtgeraakt. En hier is nog een kampvuurtje. En dan ga ik bijna deze aflevering is bijna tot zijn einde. Dan heb ik eigenlijk wel een beetje de eerste ronde een beetje gecoverd. Ik ga verresten bij de bonfire en dan heal je jezelf. En dan gaan we even naar haar toe. Want zij begeleidt je als het ware door alles heen. Deze vrouw. Als ik met haar kan praten. Are you the next monarch? Yes, I am. Or merely a pawn of fate. Bearer of the curse. Zo gaat ze je trouwens altijd noemen. Bearer of the curse. Till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Oh ja, zij geeft je een Estus flag. Dat is een healing die je constant aanvult. Telkens als je bij zo'n bonfire gaat. Ik weet alleen hoe je haar sneller maakt. Sneller laat praten. Oké, okay, you may level up by the power of the Emerald Herald. Misschien als ik nog een keer met haar praat of het al werkt. Bearer of the curse, seek me. Ah, zo skip je dus alles forward. Oké. Nou, dan gaan we naar de bonfire. Is ze er al? Ze is er nog niet. Ja, dit is eigenlijk een beetje de basiskamp, jongens. Heb je daarboven een pilaar en dan kun je nog ergens aan joinen. En, maar dan gaan we de volgende aflevering erover hebben. En ik hoop eigenlijk dat ze nu... Als ik met me meegaat. Seek souls. Seek the lesson. Hey, kijk, je kan level up bij haar. En dan kun je dus het een en ander omhoog werken. En dan staat er linksbovenin staat wat je hebt en meteen wat je moet betalen. Zo moet ik bijvoorbeeld 901 zielen betalen om een level up te gaan. En ik wil eigenlijk vinden dat mijn HP een beetje van de lage kant is. Dus die ga ik omhoog werken. Druk je op confirm. Yes, ik weet zeker. Dan ben je dus een level up. Atseflats, zo doe je dat. Ik ga nu naar die bonfire toe en ik ga zeven. Even kijken. Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie even naar mijn aflevering hebben gekeken. En ja, laat me weten wat jullie denken in de comment section hieronder. En ja, misschien neem ik het wel helemaal op en verander ik het al wel aan. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens.